Ben je nou net gewend aan het ontwerp dat Opel de laatste jaren over zijn modellen uitschiet? Nou, maak je borst dan maar nat, want de komende Opels die krijgen weer een ander ontwerp. En het is deze experimental concept die in grote lijnen weggeeft wat je van die auto's kunt verwachten. Conceptcars zijn vaak moeilijke dingen om te duiden, want ze zitten vaak ramvol knotsgekke details die je nooit gaat terugzien op een productiemodel of hooguit her en der een verdwaald lijntje. Maar gelukkig voor jou en mij is deze experimental meer dan alleen maar conceptuele waanzin. Ja, en dat die experimental een doel dient, dat bewijst hij eigenlijk ook al met zijn naam, experimental. En hoewel het misschien klinkt alsof het alleen maar een proefballonnetje is, is het veel meer dan dat. En er waren eerder Opel experimental concepts en die waren toch wel best concreet. In 1965 had je de Experimental GT en die auto diende als opwarmertje voor de Opel-rijders om aan het idee te wennen dat Opel met een sportieve coupé zou komen. Nou, in een recenter verleden, 2018, liet Opel de GTX Experimental zien. En die auto, dat was een belangrijke, want daarmee introduceerde het merk de Opel Visor en al dat soort designelementen die je inmiddels kent van de Mokka, de Astra, de gefacelifte Cosland, de Grandland en de Corsa. Maar ja, inmiddels zijn we een paar jaar verder en Opel denkt, weet je wat? Tijd voor de volgende fase en dit is die auto die symbool staat voor wat Opel de komende jaren allemaal gaat uitspoken. Ja, en je ziet het al, de Experimental is geen SUV. En dat is best een verademing. Tegenwoordig is alles dat uitkomt zo'n beetje een hoog op de poten model. Grote schouders, hoog dak. Deze niet. Althans, hij staat hoog op de pootjes. Maar hoog is hij niet. Hij heeft een laag silhouet, een sterk aflopende daklijn. En dat is natuurlijk niet zomaar. Opel gaat een elektrische toekomst tegemoet. Ja, en aerodynamisch gevormde modellen hebben nou eenmaal een groter bereik. Het is een studiemodel, dus ja, ook de Opel-designers hebben zich helemaal kunnen uitleven op dit ding. Maar zoals je ziet zitten er niet heel veel rare frutsels, vouwen, hoeken of dat soort dingen op. Opel noemt het sleutelwoord detox, dus ontgiften. Clean design, dat zie je ook. Hele kale flank eigenlijk. Maar er zitten natuurlijk wel details op waar je denkt, ja, het is een studiemodel, maar dit gaan we natuurlijk nooit in de praktijk zien. Bijvoorbeeld zijn die wielen met allemaal bewegende delen voor een zo groot mogelijk of een zo laag mogelijke luchtweerstand en dus een hoog bereik. Ga je natuurlijk nooit zien op een productiemodel. Dit ook niet, want hier zitten helemaal geen zijspiegels. Maar daar wel. Gaat het productiestadium ook niet halen. Maar toch zitten er heel veel belangrijke zaken op deze auto, vooral op designvlak. Opel slaat niet een compleet nieuwe designrichting in. Het huidige bold en pure design, ja, dat blijft in de basis behouden, maar het evolueert door. Dat zie je dus ook op deze auto, want je herkent hier wel ja, dat de Opel Visor, dus dat je ja, kent van de Astra en eigenlijk alle huidige Opels, dat is gebaseerd op dat van de allereerste Manta. En dat, ja, je herkent het eigenlijk aan koplampen op de hoeken en een zwart paneel ertussen. Althans, zo is dat nu. Hier zie je het ook op terug, alleen het is een andere versie. Het is eigenlijk een, ja, een transparant geheel geworden waar alles in is verwerkt. Dus de sensoren van de, ja, de LiDAR-systemen, alles wat nodig is voor de veiligheidssystemen, dat zit er allemaal in. Opel logo, in dit geval ook het nieuwe exemplaar, dus dat ja, meer onderbroken is en volgens Opel beter past bij de elektrische toekomst van het merk. Zit centraal in het front, is nu onderdeel van het Opel Kompas, dus die plusvorm waar ik het eerder over had. Ook dus die vouw, die, dus de huidige vouw over de motorkap van de, ja, de huidige Opels, die is hier vervangen door een LED-strip die dus ja, helemaal doorloopt tot laag in het front en helemaal over de auto heen loopt naar de achterzijde. Wat ook evolueert is de, ja, de vorm van de koplampen. Momenteel zie je de, van die haak-ledvormen in de koplampen van onder meer de Astra die ik al heel vaak heb genoemd. En dat blijft ook wel behouden, alleen die haak is hier dus opgebouwd uit ja, verticale lamelletjes die net als die lamellen hier ja, toch een beetje de indruk moeten wekken dat het een traditionele grill is. Wat je misschien al hebt gezien is dat er helemaal geen chroom meer zit op die snuit van deze Opel. En dat is niet voor niks, want Opel zegt, weet je wat, chroom, dat is slecht voor het milieu, daar kappen we helemaal mee. Ja, en als autofabrikant word je tegenwoordig natuurlijk keihard gecanceld als je in je toekomstvisie of je nieuwe model geen aandacht besteedt aan milieuvriendelijke of recyclede materialen. Dus zit er in de voorbumper ook een logootje dat dat duidelijk aangeeft, is de deel van de voorbumper uit een soort van gerecycled vlasvezel gemaakt en zien we ook hier in de wielen, in het rubber, allemaal snippertjes van een gerecycled goedje. Ja, het kan haast niet anders dat ook de achterkant van dit ding net even anders is dan wat je momenteel van de Opel kent. Die plusvorm die komt ook hier veel sterker terug. Ik zei het al, die lijn die over die motorkap loopt, loopt helemaal over het dak door naar de achterkant.
De achterlichten herken je dus ook weer min of meer de huidige achterlichten van Opel in. Ze zijn met elkaar verbonden en ze worden dus onderbroken door het Opel-logo, althans de uitgeschreven merknaam. Geen Opel-logo meer achterop toekomstige Opels dus. Nou, ik had dus een heel mooi zinnetje bedacht over dat deze Experimental veel meer is dan een lege huls, omdat er daadwerkelijk een interieur in zit. Nou, dat zit er ook. Ik zie hem zitten, maar ik mag er alleen niet bij komen. Ik heb wel met een 3D-bril op het interieur kunnen meemaken, dus ik kan het je zo niet laten zien, maar ik kan je er wel over vertellen. Detox. Dat lijkt het toverwoord bij deze Experimental en dus zal het je niet verbazen dat dat ook betrekking heeft op het interieur. Volgens Opel kan de huidige stortvloed aan schermen en daarin ondergebrachte instellingen best overweldigend zijn. Het idee is dat deze Experimental en toekomstige auto's, door onder meer Artificial Intelligence, puur de informatie weergeven die jij op dat moment nodig hebt. In deze conceptcar zitten trouwens helemaal geen traditionele schermen, maar een futuristisch kamerbreed paneel. Ook interessant, de ruimte. Ik heb het digitaal natuurlijk niet echt kunnen ervaren, maar volgens Opel biedt hij meer ruimte dan de Insignia, ondanks dat hij iets langer is dan een Astra. Opel belooft in toekomstige modellen minder onderdelen in het interieur toe te passen, maar vrees niet, fysieke knoppen voor belangrijke zaken blijven gewoon bestaan. Ja, je kunt je afvragen waarom Opel ze uitpakt als het allemaal maar gaat om een evolutie van zijn huidige designtaal. Maar er is meer dan dat, want de eerdere Experimentals die blikten ook vooruit op een nieuw model en dat lijkt deze ook te doen. Vanaf 2028 verkoopt Opel alleen nog maar elektrische auto's in Europa, dus het kan niet anders dan dat ze de komende jaren met allemaal nieuwe EV's komen. Er komen opvolgers voor de Grandland, voor de Crossland, maar ook iets heel anders, want een paar jaar geleden liet Opel al een schets zien van de nieuwe Manta. En ja, en Opel durfde het natuurlijk niet aan om van de Manta weer een coupé te maken, maar die schets die ze toen lieten zien, die maakte al duidelijk dat de nieuwe Manta een hoog op de pootjes model wordt met een aflopende daklijn. Inderdaad, net als deze.